Hartelijk welkom in deze arena. Zo hebben jullie het opgeschreven. Ik vind het gewoon uniek wat dat jullie hier presteren. Ja. Mensen in de horeca die gaan het lekker eten doen drinken en die blijven een pasje over te brengen. Ik geloof zeker dat de burger vooral het initiatief wat bij de gemeente gaat faciliteren. Daar geloof ik heel sterk in. En dat vooral ook met meerdere mensen één initiatief op een hoger niveau tellen. Hoe krijg je dienstverlening steeds dichter bij huis? Vroeger moest je naar het loket toe. En je zult steeds meer zien dat ook ambtenaren bij mensen thuis komen. Wat mij goed doet aan deze stelling is dat er ook een verwijzing is naar die andere visies. En in die andere visies zie ik ook een verwijzing naar bedrijvigheid. Dat dus aangeeft dat alle drie de visies eigenlijk niet afzonderlijk van elkaar kunnen bestaan. Daarom heb ik een stukje vragen aan aanhouden om te denken aan mensen die nog aan de zijlijn staan. We hebben daar over jongeren, we hebben het over de ouderen. We hebben ook nog heel veel mensen aan de zijlijn in de sociale component. Zou kunnen schrijven om al datgene wat we met elkaar hebben weggezet te verwezenlijken. We zoeken verbindingen, we kijken over die gemeentegrenzen heen. Beter de bos te vinden. Als het nodig is, dan gaan we naar Den Haag toe. De Europese subsidies vragen we ook aan. Dus we zitten niet op dat eiland van Groenendrecht. We kijken ook naar de landsgrens heen. We gaan wel uit van eigen kracht. Je kent de opmerking. Denk ik ook van als het gaat over Groenendrecht, is Groenendrecht met een eigen cultuur. Bourgondische cultuur misschien wel, maar elkaar weten te vinden. Dat is onze kracht. De uitdaging ligt zo meteen. Zorg dat de visie over 2 jaar niet blijft hangen bij discussies en in praatgroepen. Voor mij staat dat misschien ook gezamenlijk, meerjarig, vasthouden en geen visie voor de kast. Volgens mij zal dat geven wat jij bedoelt. Wat gaat u bijdragen aan het wat? Van de rol van het verbinden, zeg maar, daar kan de dorpscoöperatie een hele belangrijke rol in spelen. Waar de school staat is een initiatief om daar de wielersport verder te faciliteren. Daarmee zouden we toch ook graag accent willen hebben op het culturele element. Het erfgoed van de Zuidwesthoek, dat mag er zijn. Ik vind het toch heel belangrijk dat de waarde van buitenruimtes, dat die voornamelijk meer verwaard wordt. En we zijn ons veel bewuster geworden van het feit dat wij een onderdeel van deze gemeenschap zijn. We nog bewuster moeten worden dat we niet alleen kunnen. Dat we het met elkaar moeten doen. Het Raadhuisplein is met de jeugd te maken. Die bijdrage willen wij graag leren. Daarom staan we voor aangepast worden. Dus komen nou, vanuit de onderbouw van de jeugd om zich bewust te maken in de samenwerking. We hebben nog veel meer organisaties, veel meer mensen nodig. Die ons helpen om een hele mooie gemeenschap te vormen. Die zit wel direct veerkrachtige gemeenschappen bij elkaar.
die de schouders onder de gemeente Moestrecht wil zetten. En dat doen we nog maar straks met de klas. Je kunt de klas pakken, je kunt het worden ondertekenen en vooral het netwerk. Het is ontzettend belangrijk om innovatieve, nieuwe verbindingen tot stand te brengen die nodig zijn om Moestrecht een schitterende gemeente te maken. Dank jullie wel namens het college.